gaan vandaag een double barrel articulated frog binden. Nou, dit is een waar killer patroon voor op de snoek. Zeker in de zomermaanden, in het voorjaar, als die snoek hoog zit. Ja, dan is het een heel mooi poppenpatroon om deze mooi over de lelievelden heen te vissen. Nou, we gaan hem vandaag in een favoriete kleurstelling binden, zeg maar. Net iets anders dan deze. De Fire Tiger kleur. Dat is echt een ware vanger gebleken de laatste tijd. Voor dit patroon beginnen we met het gebruiken van een shank. Zoals je hier ook kan zien in dit patroon, bestaat hij uit twee delen. Daardoor gaat hij heel mooi en dan weer wiebelen in het water. Het achterste deel zit geen haak op, alleen een shank. Dus daar beginnen we mee. We beginnen met het opzetten van draad. Gebruik voor dit patroon een stevig binddraadje. Ik te zeggen GSP of een 280, een 4-0. In ieder geval een draad waar je goed aan kan hangen. En ook vooral om die shanks goed dicht te binden, zoals je nu ziet. Dat is wel belangrijk. Nou, zet de draad even goed op. En dan even een beetje klein erop. Gewoon over de hele shank. En dan weer de kringen naar voren maken. Beginnen we met het inbinden van de flash. Gebruik voor dit in dit geval twee kleuren. Een chartreuse en een oranje. Komt mooi terug de kleuren van dit patroon. Allebei een plukje. Het hoeft niet heel veel te zijn, dit is net in het staartje. Om even de eerste eyecatcher te zien. Dit gaat ook op de shank, dus dat is ook het gedeelte, het tweede gedeelte, en dat hangt in het water. Zo zal die flash mooi het water in schitteren. Leg die twee flesjes gewoon even mooi tegen elkaar aan. Zo. En als je hem dan een klein beetje tussen je vingers rolt. We zien dat de kleuren mooi door elkaar heen blenden. Dan gaan we deze flash inbinden. We maken er eventjes twee bundeltjes van, dat is wat makkelijker. Dan beginnen we met de bovenkant. We gaan het een klein beetje uitsteken. De rest gaan we zo meteen terugvouwen. Net wat meer body te geven. Een paar wikkelingen maken. Zo. Doen we dat ook aan de andere kant. De flesje hier op de achterkant wat langer dan de voorkant. Wikkelen naar voren toe. Mooi verdelen. Dan pakken we nou de flash. Dan duwen we het allemaal mooi naar achter toe. Dan binden we nu strak tegen de flash aan. Dan zie je dat die flash mooi een beetje uit gaat staan. En zichzelf een beetje gaat springen. En dat effect willen we graag hebben. Valt hij wat meer op in het water. Ook hier weer even een klein druppeltje lijm erop. Beginnen we nu even met de achterste pootjes. Deze popper is een imitatie van een kikker. En dat is een beetje wat we nou willen bootsen met dit patroon. Dus zitten er ook pootjes aan. In dit geval gebruik ik rubber legs. Op een matje zit ook materiaal. Heel mooi, handig. Ik gebruik er nu ongeveer 5 pootjes. Die halen we zo af.
ga ik nu even aan elke kant een knoopje erin leggen. Ik vind het zelf het makkelijkste om dat te doen door de middel van mijn vingers. En doordat we dat knoopje erin leggen, dan zal een heel mooi pooteffect krijgen. Het is rubber, dus het is elastisch materiaal. Leg hem even over je vinger heen. En dan vouw je het materiaal onder door. Aan. Doe hetzelfde aan de andere kant. Het gaat makkelijker zoals je voordat je de knoop gaat leggen, trek je hem een paar keer uit. Of het materiaal een beetje soepel. Zal het knopen makkelijker gaan. En ook aan deze kant. Doe dit pas de eerste pootjes voordat ik zo meteen de rest van de veren ga inbinden. Omdat we hem dan ook mooi door het andere materiaal heen kunnen gaan blenden. Leg de pootjes er even op. Het materiaal waar ze ongeveer moeten komen. Dat is mooi zo. Pak weer even de lijm. Een klein druppeltje op. De pootjes moeten komen. Leg je materiaal erop. En dan gaan we het rustig vastzetten. Dat doen we door middel van een paar crosswikkelingen. Je ziet het, ik ga met elke wikkeling kruis links. Ik cross hem hier overheen. Deze kant. En dan brengen we het binddraad weer terug naar de flash. Zo. Gaan we nu even het staartje inbinden. Dat doen we met een paar zelfveren. En ik ga in dit patroon ga ik twee kleuren gebruiken. De groene en de oranje. Om echt een beetje in die fire tiger kleuren te blijven. Gebruiken we hier groen. Ongeveer dezelfde lengte als je flash heeft, ietsje korter. En dan bepaal even tussen de afstand. En strip dan even wat materiaal weg. Dat kan je heel makkelijk inbinden. Geweertje erop. We doen hetzelfde aan de andere kant. Pakken we even dezelfde lengte. Weer ernaast. Gaan we dat nu ook doen met de oranje. Leuk is van die oranje dan. En dan net iets onder de groene. Dat hier wat meer uitstaat. Maar wat variatie in kleuren erin. Dat is het leuke met dit patroon en eigenlijk alle andere snoepstreamers. Dat het qua materiaal niet zo heel nauw komt. Hoeveel je gebruikt of welke kleur. Fantasie kan je lekker erin kwijt. En het gaat erom die snoek een beetje gek te maken met dat patroon. En dat gaan we zeker doen met, met deze poppen. Hetzelfde aan de andere kant. Gewoon een mooie volle staart zo. Dan ga ik van elke kleur ga ik één
veer wegknippen. Die hebben we niet nodig. We laten er van allebei één zitten om zo meteen naar voren te gaan hekkelen. Kijk, bij het wegknippen even welke de langste veren heeft. Dus deze twee. Ja, die hebben allebei mooie lange veren. Mooi om te hekkelen. Die halen we weg. Gaan we nu even een klein druppeltje lijm erop doen. Even om de stammetjes van de veren goed te fixeren. Voordat we zo meteen gaan inhekkelen. Zo. Dan pakken we nu even wat marabou. In dit geval gebruik ik een gele. Mooi in de kleurstelling te blijven die we willen. Nou, je ziet in de marabou dat het materiaal is heel mooi. Nou, mooi lang, pluizig materiaal. En dat is wat we willen. Een mooie vulling ertussen te krijgen. Gewoon een mooie mix van materialen. Wat stijvere veertjes van de saddleveren zijn wat stijver. Hier mooi dat pluizig van de marabou. Zodra dat nat wordt, zal het heel mooi bewegen in het water. En dit gedeelte zal zeker nat worden. Dit is het staartje van de kikker en die hangt onder water. Nou, ga eventjes de tip een beetje bloot. En dan binden we hem in. We kunnen zo voor alle veren even. Achter en dan gaan we het bindraad naar voren toe brengen naar het oog van de shank en tot aan het oogje. Gaan we nu de veren hekkelen. We beginnen met de marabou. Hekkel hem gewoon rustig naar het haakoog toe. Handig om hierbij te gebruiken via een naaldje. Dan kan je elke keer die fibers een beetje lostrekken. Dan komen ze niet dubbel gevouwen te zitten. Het hoeft niet heel strak om elkaar gehekeld te worden, want we hekkelen zo ook nog die andere twee veren erdoor. Dan houden we het mooi een beetje luchtig. Gaan we nu ook eventjes over die pootjes heen hekkelen. Dan kom nog één slag zo over de pootjes heen. Dan binden we hem af. Afkrimpen. En goed de bindraad eroverheen trekken. Nou, dat zit al gewoon mooi. Lekker. Pluizig. Trek het een beetje los met je naald. En dan gaan we de zadelhekkels inbinden. We kunnen gewoon twee tegelijk. Dan blenden we ook gelijk mooi die twee kleuren door elkaar heen.
even over de pootjes heen. En dan breng ik ook weer af. Ik stel hem dus even weg. Pak het materiaal en duw het even allemaal goed naar achter. Voorkant even alles weg wat uitsteekt. Naar het oog zit straks allemaal in de weg. Pak je eventjes je naald. Nog een beetje mooi. Pasjes. En dan is het mooi om eventjes je velcro-kammetje te pakken. En even alles zo los te borstelen. Die kleur ook heel mooi om elkaar mengen met het materiaal. Wat we willen. Nou, dan winden we hem af. Dan hebben we het startgedeelte af. Even met je whip finisher. Knip je draad af en dan even een druppeltje nemen. Erop om hem weer even te zekeren. Het is een streamer die bedoeld is voor de snoek. We willen nogal eens je materiaal slopen, dan kunnen we hem beter zo stevig mogelijk maken. Dan hebben we nu het startgedeelte klaar. Dan leg die heel even aan de kant. Dan gaan we nu even de volgende shank pakken. We gaan nu de shanks met elkaar verbinden. Dat doen we door middel van deze kant. Met het sleufje. Hier dan trekken we gewoon heel simpel over de andere heen. Maar even naast. En dan zet je erin. Maar het gaat een beetje stroef. En dat moet ook. Zorg ervoor dat hij niet terugschiet. Dan gaan we zometeen nog zekeren met binddraad. Dat gaat helemaal niet meer los. En nu zie je dat hij. Vastzit. Wat ik nu zelf graag even doe is deze weer even pakken en even deze zo de volgende shank eventjes in de vise zetten. En dan zetten we de winddraad op. Aantrekken voordat we hem zo meteen op de haak gaan binden. Even een whip finish. Aanwezig met de prijs. Pakken we nu de haak. Gebruik voor dit soort vliegen, deze poppers, altijd een haak met een lange steel. Die poppen erop kwijt kunnen en een wijde bocht. Dat is om te zorgen dat de inhakingskans zo groot mogelijk is, zodat de vis hem van onder afpakt. Moeten we wel een mooie ruime bocht hebben. Moet wel blijven hangen. Nou, met het opzetten van binnenraad. Wat ook altijd wel goed is om naar te kijken, is om voor dit soort patronen een wat dun stelerige haak te nemen. Die zijn ook vaak wat lichter en dit is een patroon gemaakt om te drijven op de oppervlakte, dus alles wat we aan gewicht kunnen besparen, kunnen we dan maar beter doen.
zal ook zorgen dat het wat makkelijker haakt. Dus hij heeft minder weerstand als het een dunne steel is. En dat is toch wat we willen. Zet je binnenrand mooi op. En dan even de lijm erop. Mooi is waarom ik deze popper eigenlijk met die shanks bind. Ik doe hem in twee delen te maken, zodat je een deel hebt van de popper. De foamkop, zeg maar, dat drijft echt op het water, dat duwt het water ook weg. Daarachteraan heb je nog het staartje, wat wel door het water heen zakt. Dat vis je eigenlijk door twee waterlagen heen. Dat is eigenlijk, als we gaan kijken naar een kikker, ook hoe de kikker zich in het water gedraagt. De kop van de kikker is meestal boven, de poten zitten er doorheen. Dan binden we de shank op de haak vast. Zorg dat die achter mooi nog wat ruimte heeft om lekker te bewegen. Goed vast. Dan pakken we weer even de lijm. En dan lijmen we even alles goed in. Dekken we nog wel even een keertje en dan de windraad. Zo. Gaan we nu even het achterlijfje maken. Dat doen we ook weer door middel van marabou en zeddelhekkels. In dit geval kunnen we de zeddelhekkel gebruiken die we net hebben afgeknipt. Het gedeelte wat we eigenlijk alleen een puntje van hebben gebruikt. Dat gaan we nu dan net andersom inbinden. Puntje. Ik ga een beetje blootleggen. Handig. Dat doen we dan met de andere ook. Dat is wel een lange gedeelte van de stam van de veer nog inbinden. Die alleen maar duurzamer van. En dan krijgen we ook gelijk mooi wat body bovenop. Zodat we de poppen zo meteen goed kunnen vastlijmen. Meteen naar achter toe. En dan pakken we de marabou. Puntje inbinden. Even alle veren naar achter. En dan binden we ze gewoon rustig even. Voordat we beginnen met hekkelen, helemaal naar het begin van de shank toe. En dan brengen we het draad toe naar waar we het in willen hebben, het materiaal. Zie je dat hier net overheen zo. Laten we dat even hangen. Nou, dan gaan we de marabou inhekkelen. Dat is eigenlijk hetzelfde manier als op de staart. We beginnen met de marabou en hekkelen tot aan ongeveer het oogje van de shank. Dit zal, ik eigenlijk zelf altijd kijk eens. Dan houdt de poppenkop er even bij. Tot hoe ver komt hij ongeveer? Nou, dat zou tot hier zijn. Maar we willen dat het materiaal, dat deze goed vast komt te zitten, die kop. Dus dan weer iets verder doorbinden. Ik kan hem er mooi overheen duwen. Dan heeft hij wat meer ruimte om zich vast te zuigen. Zoals ik al zei, dit is natuurlijk een heel leuk patroon voor het voorjaar en in de zomer. Als het water wat warmer is, het water warmer wordt, de temperatuur warmer wordt, dan
gaat die vis zich ook in hogere waterlagen ophouden en ook daarin jagen. Ja, dan is er natuurlijk niks spectaculairders dan dat ze hem van de oppervlakte afpakken. Dan hebben we hem maar weer ingebonden. Afbinden. Steeltje even weg. Trek hem goed aan. Dan zie je een mooie volle staart. Pakken we nu de twee zetelhekkels. En dan gaan we die weer over de marabou heen hekkelen. Binden we ze af. Trek hem af. Trek hem eerst even alles goed naar achter. Maak de wikkelingen tot het maar ongeveer gaat komen. En dan knip je nu eventjes uitstekende materiaal weg. En hier op dit stuk maakt het niet heel veel uit hoe het eruit ziet als het er hier nu een beetje rommelig uitziet. Maakt niet uit, daar komt zometeen toch de poppenkop overheen. Gelijk een mooi soort stopje gecreëerd. Niet verder schiet. Dan maken we ook dit materiaal weer even los. Ik begin even met het naaldje. Draaien. Zo, krokkammetje. Alles even mooi om elkaar heen te blenden. We hebben een mooi achterlijfje gecreëerd zo. Gaan we nu poppenkop bevestigen. In dit geval kies ik voor een double barrel poppenkop. Je ziet heel mooi dat die uit twee delen bestaat. Tot een mooie grote schroef. Veroorzaakt veel turbulentie in het water. Dat is wat we willen. Ja, je ziet hier aan deze kant, aan de achterkant, zit al wel een gaatje. Aan de voorkant niet. Maar gewoon hem even doorprikken. Gebruik je voor je naald. Wat ik zelf altijd graag doe, is mijn naald eventjes warm maken. Even door middel van een aansteker. Zodat die heel mooi makkelijk door het materiaal gaat glijden. Even een beetje warm maken. Pak je de poppenkop. Dan duw je de naald rustig naar voren toe. Zodat die naald getaperd loopt, zo aan de ene kant. Je ziet hier nu wat kleiner aan de voorkant. Dan gaan we gewoon eventjes de naald omgekeerd er ook nog doorheen halen. Dan, voordat we hem erop gaan schuiven, lijmen we hem steel even in. Dus wel even goed inlijmen. Vooral dit materiaal. Dat is er goed in. Zit hij straks goed vast en dan zal hij ook niet gaan draaien. Dat is wel een beetje waar je op moet letten bij dit soort vliegen. Dat de kop van die poppers niet gaan ronddraaien. Ja, voordat we de poppenkop eroverheen gaan schuiven, gaan we hem eventjes afbinden. Inderdaad hebben we niet meer nodig. Even een mooie finish. Zo.
Nou, pakken we eventjes de lijn weer. Wat insmeren. En dan gaan we de copperhead overheen schuiven. Zo een beetje stroefjes gaan. Dat is alleen maar goed. Dat betekent dat hij goed geklemd zit. Nou aan de voorkant niet helemaal lekker doorheen komt. Dan gaan we dus dat doen. Dus aan de voorkant even. Zodat je weer uitkomt. Kan ik een sneetje inknippen. Zodat het haakoog er net wat makkelijker nog doorheen past. Goed duwen op die kop. En dan even een beetje vasthouden, zorgen dat hij hem goed kan intrekken. En dan zit hij hier mooi strak vast. Even de lijn een beetje in laten trekken. Dan hebben we hier een mooie fokkop. Nou, gaan we het patroon nog even een beetje opleuken. Zelf graag even nog wat highlights aan geven met wat stiften. Dus tenslotte een kikker. We kunnen er ook een beetje van maken. En hier, zoals ik al zei, mooi met die streamers, je kan gewoon je eigen fantasie gaan gebruiken. Onderkant van de pop ook even doen om net wat schaduw te creëren. Gaan we nu even de oogjes pakken. Gebruik hier in dit geval de Dragon Eyes. Deze passen precies in deze poppenkoppen. Dus, nou, voordat we de oogjes erin leggen. Ze pakken van zichzelf wel redelijk deze oogjes, maar voor dit soort werk gebruik ik toch liefst nog wat extra lijn. Even een beetje sepperkep erin gooien. Pak hier je oogje. Erin. Even je naaldje erbij. Zorg dat het niet in je handen blijft plakken. Duw hem er even goed in. Hetzelfde aan de andere kant. Gaan we nu even de kop nog insmeren met een flexibele UV. Nou, dit doen we om hem ten eerste een mooi glansje te geven. En ten tweede om hem extra duurzaam te maken. Ja, zoals ik zei, deze popper is bedoeld voor de snoek. En ja, die hebben nogal heel veel tanden, dus die popper zal het zwaar te verduren krijgen. Dus kunnen we hem beter maar iets verstevigen. Ik gebruik hier wel voor een flexibele UV. Ik kan dat ook mooi aan, die zal mooi mee blijven bewegen met het materiaal. Als je voor een, ja, echt een beelder gaat gebruiken, dan wordt het
heel hard. En zodra die ergens tegenaan komt te poppen of dat hij een keer gepakt wordt door een snoek, zal het die vee in twee springen. Dat willen we ook niet hebben. Bedekken we hem eventjes. Mooi met die vee. Even een dun laagje. Als je hem heel duurzaam wil maken, kan je ook nog twee laagjes doen. Maar altijd beter twee dunne laagjes dan één dikke laag. Dan zie je hier nu al heel mooi die glans erin komen. Gewoon dat aan de onderkant ook doen. Ook even goed insmeren. Ja. Dit patroon kun je eigenlijk op elk type water vissen. Vis hem groot water, klein water, alle soorten. Maar vooral, het beste komt deze tot z'n recht boven de planten. Dus echt gooi hem over die lelies heen, trek hem er overheen, wierbedden. Dat is waar je dit patroon het beste kan vissen. Waar die ook het meeste succes zal opleveren. Omdat de rovers zijn gewend dat daar oppervlakte aan zit. Gaan we dat zometeen bij de mond ook nog even doen. Wat ik zelf heel leuk vind op dit soort patronen is om in de bek nog even een hele contrasterende kleur te maken. Nu is hij gewoon nog groen. Gaan we even aanpassen nog met wat UV. In dit geval een oranje. Ik heb een naaldje erbij om het nog mooi te verdelen. Deze UV is wat dikker. Dan kun je ook heel mooi met een naaldje zo op de plek schuiven. Dan halen we hem tussendoor even uit. En dan doen we hier ook weer even nog een klein laagje flexibele UV, als laatste laagje voor de duurzaamheid. Zo. Zie je nu heel mooi dat we het onderkantje een mooi fel kleurtje hebben gegeven. Nog een beetje extra fancy te maken. Zet hem weer even in de vijs. Nou, vind ik het zelf altijd wel mooi. Om nog ook aan de zijkant, zoals bij deze, bijvoorbeeld ook nog aan de zijkant even wat pootjes te maken. Daarvoor gebruiken we ook weer dezelfde rubber legs. Ook weer 5 stuks. Ook weer even knopen.
deze kant. En het mooie is dat die rubberpootjes die zijn wat zwaarder, dus die zullen ook dan door het water heen zakken, waardoor ook het drijvende gedeelte wat turbulentie veroorzaakt. Wordt nog een beetje versterkt door de pootjes aan de zijkant. Die moet je net doorheen hangen, net als bij aankikken. Dan hebben we hier de rubberpootjes. Dan moeten we even een opening maken aan de zijkant. Zorg dat je hem mooi aan de achterkant, net boven de haak, erin prikt. Ook daar weer. Gaan we even de naald even goed warm maken. En dan prikken we hem mooi doorheen. Om de pootjes er nu doorheen te trekken, gebruik ik even een tooltje. Dat is een opperlek tool. En er zit een klein oogje aan de zijkant. Daarom kunnen we heel mooi de pootjes meteen erin trekken. En ook die maak ik voor de zekerheid er even een beetje warm. Makkelijk doorheen glijdt. Even op het punt waar we de naald net erin hebben gestoken. Dit zelf eigenlijk altijd pas nadat ik geüv'd heb, om te zorgen dat die niet gaat scheuren je poppenkop. En dan is hij al gelijk wat duurzamer doordat we al een flexibele UV hebben aangebracht. Voelen van je naald of die nog heet is, afgekoeld is, kunnen we de pootjes erin doen. Gaan we nu relax, rustig aan bij de body trekken. Gewoon een beetje kracht zetten, maar ook wel een beetje beleid. Trek je vanzelf rustig aan erin. En aan de ene kant al mooi. En doorheen. Lekker de pootjes even mooi. Deze kant op. En dan hebben we de pootjes mooi aan beide kanten erheen zitten. Dan gaan we ze even een beetje mooi positioneren. Dan hebben we mooi aan beide kanten de pootjes erheen zitten. Dan gaan we heel even de gaatjes weer opnieuw dicht doen met UV. Lampje erop. Hetzelfde doen we aan de andere kant. En dat is hem dan. De Double Barrel Articulated Frog. Ik wens jullie heel veel plezier met het binden van dit patroon en met het vissen ervan.